Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, 5 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we som 48 van hoofdstuk 7. En dat zag eruit als best een aardige som. Dus laten we maar eventjes kijken wat er allemaal gebeurt. Som 48, daar staat. Gegeven is een lijn. En laten we eens eventjes die lijn een beetje tekenen, zodat we weten waar het over gaat. Dus we maken een assenstelseltje. En dan is gegeven een lijn. En die noemen ze K. En die is 2x plus 3y is 12. Oké, nou, dat is leuk. Dat betekent dat als x is 0, dan is y gelijk aan 4. Hè, dus eventjes, laten we even wat getalletjes erbij zetten zo. En als y is 0, dan is x 6. Dus de lijn, die ziet er zo uit. Die doet dit. Ja, dit is lijn K. En dan zeggen ze, stel een vergelijking op van cirkel C1 met middelpunt 8,3 die K raakt. Oké. Nou, 8,3, even kijken, dit was 6, dit is 8, dit is 3. Ik wil een vergelijking opstellen van een cirkel die K raakt. Nou, mensen, eigenlijk is dit een beetje kinderachtig. Je kan dit doen met de vergelijking van een lijn, maar je kan dit ook doen door je hersens te gebruiken. Kijk, die lijn K die heeft een richtingscoëfficiënt. Weet iemand wat de richtingscoëfficiënt is van lijn K? Ja? Hoeveel? Nee, niet 2. Want je kijkt inderdaad vanuit het getal voor de x. Maar voordat je weet wat de richtingscoëfficiënt is, moet je eventjes de 2x naar de andere kant brengen. Dus dan krijg je 3y is min 2x plus 12. En dan deel je alles door 3. En dan staat er y is min 2 derde x plus 4. Hé, hey, die 4, dat is gewoon deze 4, hè? Dat is het snijpunt met de y-as. Oké. Maar je had ook gewoon kunnen zeggen, maar kijk, ik ga 6 opzij en 4 omlaag. 6 opzij en 4 omlaag. Dat is min 4 zesde ofwel min 2 derde. Dus als je een plaatje hebt getekend, kan je ook gewoon de richtingscoëfficiënt met behulp van een plaatje uitrekenen. Hé, hey, maar dit is punt M. En als ik hier vanuit M een lijntje trek, dat moet ik eigenlijk gewoon precies zo doen. De richtingscoëfficiënt van deze lijn is 2 opzij 3 omhoog, 1,5. Toch? En wat had je met richtingscoëfficiënten en loodrechte lijnen? Wat gebeurde er als lijnen loodrecht waren met richtingscoëfficiënten? Er was iets mee. Als je het keer elkaar doet, dan... Ja, dit is min 1. Dus kijk, als je die 1,5 keer die min 2 derde doet, dan komt er min 1 uit. En dat betekent dat deze lijnen loodrecht zijn. Dus ja, als ik nou... Ik weet het middelpunt van die cirkel al. Dan straal kan ik berekenen door gewoon Pythagoras te doen met dit stukje en dit stukje. Dus... De straal van die cirkel, dat is de wortel van 3 kwadraat plus 2 kwadraat. En dat is de wortel 13. Dus de vergelijking van die cirkel, dat is dan C1, is x min 8. Hè, want de x-coördinaat van het middelpunt was 8 in het kwadraat plus y min 3 in het kwadraat is wortel 13 in het kwadraat is 13. Nou, wat de makers van het boek willen, is dat jij die wortel 13 gaat uitrekenen met de afstandsformule van een punt tot een lijn. Maar ja, omdat je hier heel makkelijk die loodrechte lijn kan tekenen, het komt mooi uit op een roosterpunt. En dat zie je meteen dat gebeurt. En in zo'n geval kan je ook gewoon op een ouderwetse manier die afstand uitrekenen. Gewoon met Pythagoras, want dat snijpunt krijg je eigenlijk cadeau. Ja, dus het is een beetje flauw. Omdat het mooi uitkomt, heb je die formule eigenlijk niet nodig. Oké, nou B. Cirkels C2 en C3, waarvan de middelpunten op K liggen, die straal 8 hebben en de x-as raken. Wat? Cirkels C2 en C3, waarvan de middelpunten op K liggen, die straal 8 hebben. Oké, dus. Je hebt een cirkel met straal 8. En die loopt over die lijn K. Ja? Kan je dat voorstellen? Dus straal 8 is een beetje te groot om te tekenen. Dus ik doe het even in een wat kleinere staat. Dus hier heb ik een cirkeltje. En dit cirkeltje dat kan zo lopen over die lijn. Nou, wanneer raak je dan de x-as? Hij raakt de x-as als dit hier de straal is. Dus als de afstand tot de x-as 8 is.
Dus dat middelpunt van die cirkel bij B, het middelpunt, de middelpunten van C2 en C3, die moeten liggen bij I is plus of min 8. Want als I plus 8 is, dan raakt hij aan de bovenkant van de x-as. En als I is min 8, dan raakt hij aan de onderkant van de x-as. Er is hier een grote cirkel die de x-as raakt met straal 8. En er is hier een grote cirkel die de x-as raakt met straal 8. Dus je weet de y-coördinaat van dat punt. En je weet dat dat middelpunt op die lijn moet liggen. Dus, dan pak je de formule van lijn k. En dan ga je die i invullen. Dan zeg je van oké, 2x plus 3 keer plus of min 8. Wat doet u nu, meneer, die plus of min 8? Mag ik dat zomaar invullen? Ja, dan gebeurt er iets leuks. 3 keer 8, dat is natuurlijk 24. Hè? Dus dan krijg je 2x plus of min 24 is 12. Dan breng je die plus min 24 naar de andere kant. Dus dan krijg je 2x is gelijk aan 12 min of plus 24. En dan deel je die zo door 2. En dan krijg je 6 min of plus 12. Oké, nou waarom doet die meneer zo moeilijk met die min en plus en die plus en min? Nou, dat doet hij omdat hij het niet voor plus en min 8 apart wil gaan zitten uitrekenen. Hij weet nu dat als i is 8, dan ik heb hier dus de bovenste gekozen, dan is x gelijk aan min 6. En als i is min 8, dan kies ik hier de onderste, dan heb ik hier ook de onderste, dan moet ik die plus kiezen, dan krijg ik x is 18. Dus ik krijg mijn middelpunten van die cirkel allebei tegelijk cadeau als ik gewoon in mijn formule voor de i de plus min 8 invul en daar consequent mee doorreken. Als ik het naar de andere kant breng, dan keer ik het om. En dan krijg ik meteen, dan hoef ik niet apart mijn x uit te rekenen. Dus het middelpunt van die C2, dat is dan bijvoorbeeld min 6,8. En het middelpunt van die C3, dat is dan 18,-8. Nou, moest je dan die vergelijkingen geven? Ja, je moet de vergelijkingen geven, maar dat is natuurlijk een beetje kinderachtig. Ik zal er eentje doen voor de duidelijkheid. Dus die C2 bijvoorbeeld, dan krijg je C2... Dan krijg je hier x min min 6, maar x min min 6 is gewoon x plus 6 in het kwadraat, plus i min 8 in het kwadraat, is de straal van de cirkel in het kwadraat en dat is 64. De straal was 8, de straal kwadraat is 64. Oké? Oké, en nu komt er iets leuks. Nou moet ik een cirkel maken met middellijn AB. Dus even kijken, ze hadden namelijk gezegd, de x-as snijdt hij in punt A, dus dit is punt A. En de y-as snijdt hij in punt B. Nou, als de middellijn van de cirkel AB is, het middelpunt van die cirkel, dat is dan het midden van AB. En omdat die richtingscoëfficiënt min 2 derde is, 3 opzij 2 omlaag, 3 opzij 2 omlaag, is dat middelpunt van die cirkel precies hier in het roodste punt. Dus dat komt mooi uit, maar laten we dat even berekenen. Dus we gaan dat middelpunt uitrekenen van C4, dat noem ik even M4. M4, het middelpunt van cirkel C4, is het gemiddelde van de x-coördinaten van die A en B. Dus dat is 6 plus 0 gedeeld door 2. En voor de y-coördinaat is het 0 plus 4 gedeeld door 2. Zo. En dat geeft inderdaad M4 is 3,2. En dat wisten we eigenlijk al. Dat was dit punt. Zie je, dat komt mooi uit. En wat is dan de straal van die cirkel? Dat is de afstand van dat middelpunt M4 tot A. Dus dat is 3 opzij 2 omlaag. Dat is weer die wortel 13. Dat hadden we al uitgerekend. Dus die C4 die heeft als formule x min 3 in het kwadraat plus i min 2 in het kwadraat is wortel 13 in het kwadraat is 13. Mooi, hè? Nou, ik had verwacht dat dat een hele langdurige pijnlijke som zou zijn, maar... Maar als ik hem op deze manier doe, in ieder geval bij som A, valt het mij wel mee. Misschien zijn er desondanks toch nog vragen of opmerkingen over deze som. Of kunt u dat nog eens laten zien? Of hoe komt u aan die min? Of volgens mij klopt er hier helemaal geen zak van? Dat soort opmerkingen. Oké. Zullen we dan ook meteen maar eventjes dat kwadratensplitsen gaan doen? Dan nemen we dat ook op. Dan kunnen we dat ook erop meteen online zetten.
Oké. Ik had jullie gevraagd aan het begin van de les. Niet echt gevraagd, maar ik had het op het bord geschreven. Wat is dit? Is er iemand die weet, die kort kan omschrijven wat de essentie is van wat hier staat? Ja. Het is een kwadratische vergelijking, dat klopt. Ik heb van een kegelsnede, maar je kan het preciezer aangeven. Dit is een vergelijking. Dus wat ik mee eens mee ben, is te zeggen, dit is een vergelijking. Een vergelijking, oké. Van een cirkel, ja. Oké. En kunnen we nog iets preciezer zijn? Als je een cirkel hebt, wat wil je dan graag weten van die cirkel? Middelpunt, wat is het middelpunt? Stiekem, het is andersom. Als hier een min staat, dan is het gewoon 3. En als hier plus 5 staat, dan zit het middelpunt bij min 5. Zei je dat? Oké. Ja, je zei het goed. Ik zet het voor iedereen thuis. Hij zei het gewoon goed. Meneer Snel was in de war. Oké, goed gedaan. En wat is de straal van de cirkel? Ja, inderdaad. 7 of wortel 7. En het is wortel 7, want hier staat altijd de straal in het kwadraat. Dus als hier... je moet hier nog de wortel van trekken om te weten wat de straal is. Oké. Nou, nu ga ik iets geks doen. Nu ga ik die haakjes uitwerken. Dus die x min 3 in het kwadraat doen. Dus dan krijg je x kwadraat. Min 6x plus 9. En dan ga ik die y plus 5 ook in het kwadraat doen. Dus dan krijg je y kwadraat plus 10y is 25. Plus 25, sorry. Is 7. En dan kan je zeggen van, nou weet je, ik doe die 7 naar de andere kant. Dus dan krijg je hier eigenlijk 9 min 7 is 2. Dus dan krijg je x kwadraat min 6 plus... y kwadraat plus 10y is, dan het boek laat het dan allemaal aan deze kant staan. Dan staat hier plus 27 is 0. Oké. Nou, de vraag aan jullie nu is, wat is dit? Dit is een strikvraag. Het is een vergelijking van een cirkel met middelpunt 3, min 5 en straal wortel 7. Maar, hoe kan je dat zien? Stel nou dat je dit niet weet. Hupke. Weg. Hoe kan ik dan weten wat dit is? Wat het middelpunt is? En wat de straal is? Hoe kom ik hier achter? Ja, je kan het gewoon weer tussen haakjes zetten. Daar is een kunstje voor. En dat kunstje dat heet kwadratensplitsen. En dat ga ik heel kort even introduceren hier. Kwadratensplitsen. En dan gaan we het hier toepassen. Kwadratensplitsen. Oké, wat is kwadratensplitsen? Nou, kijk. Als je een kwadraat uitrekent. Bijvoorbeeld x plus a in het kwadraat. Dan krijg je daaruit x kwadraat plus 2ax plus a kwadraat. Toch? En dat betekent dat als je iets krijgt van deze vorm, dat je het dan kan gaan schrijven als een kwadraat, waardoor je niet meer twee keer een x hebt, maar alleen maar één keer een x. Dan vraag je af, meneer, waar is dat goed voor? Nou, dat zal ik ook laten zien. Dus stel je voor dat iemand zegt, x kwadraat min 6x... En dan ga ik eventjes kijken van product som methode. Dus als som min 6 is, hè, dan kun je als product hebben bijvoorbeeld min 2 en 8. Dan krijg je dus die min 16. Maar dan doe ik hier lekker min 15. Haha. Oké. Kunnen we nu dit en dit beschouwen als hetzelfde? En dan kijken of we het zo kunnen gaan opschrijven. Het klinkt een beetje ver gezocht, maar Amin, doe je mee? Is het enigszins te volgen wat ik doe? Kijk, eigenlijk gebeurt er niks geks. Die plus 2a, dat is eigenlijk die min 6. Even een kleurtje. Het is voor het eerst vandaag dat ik mijn kleurtjes pak. Dus even vragen waar ze komen. Oh, hier. Ja. Oké, dus die min 6
speelt de rol van de plus 2a. Oké, wat is in dit geval a? Ja, min 3. Dus dan kan ik zeggen, oh, dus dit kan ik schrijven als x min 3 in het kwadraat. X min 3 in het kwadraat geeft x kwadraat min 6x plus 9, toch? Min 3 in het kwadraat geeft 9. Maar die wil ik niet, dus die haal ik er vanaf. Oké, zie je wat ik heb gedaan? Ik heb deze twee dingen geschreven als een x min 3 in het kwadraat. Maar die x min 3 in het kwadraat, die geeft me een x kwadraat, een min 6x, maar ook een 9. Maar die 9 wil ik niet, dus die haal ik hier vanaf. Dus mijn bewering is dat dit hetzelfde is. X kwadraat min 6x is hetzelfde als x min 3 in het kwadraat min 9. En dan zeg je, waarom is het meneer? Nou, je werkt de haakjes uit, die negens vallen weg en je krijgt dit. Zie je dat? En het kan zijn dat je dit ziet en dat je denkt van, oké, ik weet hoe ik die a moet bepalen, maar in vredesnaam, waar is dit goed voor? Nou, dat is hier goed voor. Je kan die min 9 en die min 15 kan je optellen en naar de andere kant brengen. En dan staat er x min 3 in het kwadraat is gelijk aan de 24. Dus x min 3 is gelijk aan plus of min de wortel van 24. Ik heb gewoon de wortel getrokken. Dus x is gelijk aan 3 plus of min de wortel van 24. We hebben de kwadratische vergelijking opgelost zonder de ABC-formule. Zie je dat? Mooi, hè? Maar meneer, dit is uit de derde klas. Ja, dat klopt, maar dat is mooi, toch? We hebben gewoon een dom trucje toegepast en toen kregen we opeens een oplossing van een kwadratische vergelijking die we normaal gesproken alleen maar uit de ABC-formule krijgen. Nou, ik wil jullie even de gelegenheid geven om vragen te stellen en opmerkingen te maken, want ik vind het allemaal heel geweldig. Maar ik zie dat er wat discussie is. Ja? Meneer, wat is sneller, ABC-formule of Ja, dat hangt van de situatie af. Kijk, als er iets voor de x-kwadraat staat, dan moet je daar eerst door delen en misschien krijg je dan wel breuken en dan wordt het allemaal een beetje vervelend. Dus kijk, normale mensen doen gewoon de ABC-formule. Je kan ook de ABC-formule afleiden door gewoon door de ax-kwadraat plus bx plus c is 0 te doen en dan als door a te delen en dan het kwadraat af te spitsen. Dan krijg je al heel snel je b gedeeld door 2a. Dat is namelijk het getalletje wat hier komt te staan. Maar dat moet je zelf maar een keertje doen. Punt is, ja... Op deze? Nou ja, kijk, dit is een kwadratische vergelijking. X kwadraat min 6, x min 15 is 0. Hierop pas je de ABC-formule toe door te zeggen a is 1, b is min 6 en c is min 15. En dan krijg je discriminant is b kwadraat min 4ac, dus 4 keer 1 keer min 15. Dus dat is 36 plus... 60, dus dat is 96. En 96, dat is 4 keer 24, hè? Dus, en dan krijg je x is min b, dus min min 6, plus of min de wortel van 4 keer 24, gedeeld door 2 keer a, is 2. Nou, die min min 6 gedeeld door 2 is je 3, en je wortel 4 keer 24 gedeeld door 2, dat is je wortel 24. Dus je ziet dat de ABC-formule hetzelfde antwoord geeft als kwadraten splitsen. Mooi, hè? Oké, maar hier gebruiken we kwadraten splitsen vandaag niet voor. Wij gaan nu dit kwadraten splitsen. Dus x min 6x, dat hadden we hier ook. Dit werd x min 3 in het kwadraat min 9. Dus deze x kwadraat min 6x is hetzelfde als x min 3 in het kwadraat min 9. Deze ook. X kwadraat plus 10, of sorry, y kwadraat plus 10y. Die 10, dat was 2 keer die a, weet je wel? Dus je moest dat door 2 delen. Dus dan krijg je 5. Dus dan krijg je hier i plus 5 in het kwadraat. En dan krijg je ook nog een 25 uit. Je krijgt i kwadraat, je krijgt een 10i en je krijgt een 25. Maar die 25 wil je niet, dus je zegt min 25. Plus 27 is 0. Die min 9 en die min 25, dat wordt samen
min 34. En als je daar die 27 bijtelt, dan krijg je min 7 en die breng je naar de andere kant. Dus dan krijg je x tot de derde, of sorry, x min 3 in het kwadraat plus i plus 5 in het kwadraat is gelijk aan 7. En dat is onze oorspronkelijke vergelijking. Dus wij kunnen nu vertalen tussen cirkelvergelijkingen van deze vorm en cirkelvergelijkingen van deze vorm. En dat is waar de sommetjes 52 tot en met 55 over gaan. Zijn hier vragen of opmerkingen over? Oké, nou misschien komen ze later nog, maar dan sluiten we alvast af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.